Landbouwminister Prahlaat Seudin zegt dat de agrarische sector moet inspelen op de verlaagde prijs van kunstmest. De bewindsman stelde eerder deze week dat de prijsverlaging veelal te maken heeft met klimaatverandering. Waar de peper van 4-5 maanden geleden 8000 SD per bak was. Dus nu waren een paar andere SD. Je ziet mensen voelen peper niet ter oosten. Het klimt weer langzamer. Dus dat zijn allemaal zaken die helpen. Vandaag val ik lees in de krant en in Times. De kunstmestprijs. Die zelfs onder de 1000 SD per zak komt. En dat doet allemaal natuurlijk de sector. De kostprijs gaat omlaag. Maar hoe komt het? Moet ik vragen stellen. Ja. En dat heeft te maken met de klimaatverandering. We zijn heel wat jaren van de bassinen die doen verstroming. Zijn in, tenminste onder water gelopen. Mensen konden niet inzaaien of niet oogsten. Waardoor de vraag naar kunstmest ook minder is geworden in de regio. De minister geeft verder aan dat de vraag naar kunstmest in de regio ook een rol speelt bij de prijsbepaling. Door klimaatverandering en wateroverlast zullen bepaalde gewassen in prijs stijgen, waardoor er meer winst gemaakt wordt door exporterende boeren.